Ja, deze week een bomvolle aflevering. Ik ga het kort houden. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 158. De velgen van de nieuw binnengekomen Audi RS6. Die zijn hier en daar wat beschadigd. Hier zo. Daar zo. Het zijn allemaal geen zware beschadigingen. Maar wielen gedemonteerd, banden gedemonteerd. We hebben ze aangemeld en die worden zo meteen opgehaald voor reparatie. Deze RS6 staat hier voor een groot onderhoud. Het vervangen van een Miltec demper. Daar werkt de klep niet van. De rechtse. Dus, dat gaan we vandaag allemaal regelen. Audi SQ7 binnen voor het plaatsen van een zwart SQ7 logo op de klep. En de kap onderkant deur. Die had een klein puntje beschadigd. Die hebben we gedemonteerd en die wordt gespoten. De Audi SQ7 laten we even uitlijnen. En dan komt weer een nieuwe levering van Nobre Cars Uden. Van de BMW dealer. Komen netjes elke ochtend alle onderdelen brengen. De Ascari blauwe Audi RS6. Gaat hij voor onderhoud. Einddemper heeft een defecte klep. Zo wordt een nieuwe einddemper gemonteerd. Automaatbakservice. Active Valve Control. Zodat die Miltec te regelen is vanuit de auto. De filters, de bougies. Ligt allemaal klaar. Voor het uitvoeren van de automaatbakservice gaan we even wat ruimte maken. Dat delen demonteren kunnen we zo meteen bij de karterpan van de automaatbak. Cilinderkop van de X6M. Zojuist zijn er een hoop onderdelen binnengekomen. De krukas ligt hier al klaar. De oude krukas. Die is flink ingelopen. En hier liggen alle delen klaar. Terug bij de Ascari blauwe RS6. Inmiddels de karterpan van de automaatbak gedemonteerd. Oude filter hangt hier onder zichtbaar. Hier in de bak ligt de karterpan. Proefrit met de BMW X5. 50i V8 uit 2013. 125.000 km lopen, even uit het hoofd. De eventuele inruil is een Alpina B3 Biturbo van 2009. 120.000 km lopen. Is ook eerder door ons geleverd. Een hele unieke auto. Originele Alpina, dus met het Alpina chassisnummer erin. De nieuwe einddemper aan de rechterkant voor de Ascari blauwe RS6. De oude is gedemonteerd. Er zit een mechanische storing in de klep. Eerder ons geleverde Audi RS5. Voor zijn allereerste beurt hebben wij destijds geleverd met 5000 kilometer. En die gaan we nu servicen en voorzien van één nieuwe velg. Die velg die was licht beschadigd. 2020 Audi RS5. Het vastzetten van de krukas, ja, is behoorlijk precisiewerk. Moet allemaal met de juiste NM worden aangedraaid. Newtonmeter komt erg nauw. En dan kun je precies zien met hoeveel kracht je deze bouten vastzet. De nieuwe velg voor de Audi RS5 was bij levering beschadigd binnengekomen, hebben we nieuwe voor besteld en die gaan we nu monteren. Ja, we zijn op de retour met de X6M. De krukas is geplaatst. Overal met die
rode passen tussen de lage schalen. Dat is bedoeld voor de eerste start. Dat er meteen een volledige smering is bij de eerste start. Overal zit die rode passen tussen. Zie je? Uiteraard met nieuwe schalen, lagers tussen de krukas. En hier liggen de lage schalen klaar, bedoeld voor de drijfstangen. Met de juiste kleurcodes. Nieuwe drijfstang. Bouten. Nieuwe drijfstangen. Twee stuks. Die hebben we gewoon voor de zekerheid vervangen. Die gaan we voor de zekerheid vervangen. Die zaten dus op de plek waar die vast was gelopen. Of in ieder geval in was gelopen. Dat was dus deze cilinder. Dus hier komen twee nieuwe drijfstangen in. 20 inch velgen, compleet carboniseren. Dat is wel een mooi woord, hè? Toch? Carboniseren. Carboniseren. Ja, zou het bestaan? Carboniseren. Carboniseren. Dat klinkt als een of ander snoepje. Ah, een of ander gerecht. Spaghetti carbonara. Maar dat gaan we proberen. Zometeen het resultaat, of niet? Ja, of niet. 2020 Audi RS5 Sportback. Door ons een paar maanden geleden geleverd. Met 5000 kilometer, nu toe aan zijn eerste beurtje, oliebeurt. We gaan hem even netjes wassen en dan kan de wachtende klant weer zijn weg vervolgen. Ja, het begint toch wel iets te worden. We zijn dus bezig met het gedeeltelijk reppen van een paar glanszwarte velgen. Op wens van de klant met een carbonfolie. En dit is het resultaat geworden. Iets heel bijzonders binnen. Alpina XB7. Zometeen meer. Rust, wachten op de nieuwe liefhebber. Wat een apparaat, jongens. Super dik. Audi A1 30T versie, Sportback, S-tronic. Voorbumper gedemonteerd. We hebben de koplamp moesten demonteren. Daarvoor moest de bumper even gedemonteerd worden. Nieuwe remblok aan de voorzijde. Verder groot onderhoud. De vier originele velgen schadevrij maken weer. Remvloeistof, interieurfilter. En door. Een hele bijzondere. De BMW. Ja, ik moet eigenlijk zeggen de Alpina. Het is een originele Alpina. De XB7. Dat is de benzine versie. De klant wil graag een upgrade aan het uitlaatsysteem. Dus we gaan kijken wat we voor deze meneer kunnen betekenen. Het achterstekje envelop
gebracht. Audi R8 V10 Plus door een collega autobedrijf heeft een storing op de nokasverstelling. En hier komt hij naar buiten, die enorm dikke Alpina BX7. Ja, groter krijg je ze niet van BMW. Nu gemonteerd een 21 inch winterset. Normaal ligt hier een 23 inch Alpina set. Monteren van een nieuwe einddemper. Die ook meteen gaat werken. Dat is mooi, hè? Hoe snel dat gaat hier. Hij hangt amper en hij doet het al. Met weer een werkende klep. Active Valve Controllers gemonteerd. Met de Porsche Panamera Turbo S van 2018. Ik kan er even een stukje rijden. We gaan kijken naar de inruil. Het gaat om een Porsche 911 Carrera S en een Audi RS6. We gaan even kijken wat we daarvoor terug kunnen geven en hopelijk komen tot een deal. Land op bezoek voor de Porsche Panamera Turbo S met inruil van een 3.8 S 911 van 2012 en een eerder door ons geleverde Audi RS6 uit 2017. En dan is het alweer donker. We hebben de deal rond kunnen maken. De Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo is verkocht. Inruil van deze prachtige 991 3.8 S en de RS6 Performance uit 2017. Een hele goede morgen. Audi R8 V10 Plus met een motorstoring. Gisteren einde van de middag de Porsche Panamera Turbo S verkocht. Gaan we nu wegbrengen naar CarPlace voor het inbouwen van de nodige beveiliging. Gearriveerd met de Panamera Turbo S bij CarPlace Uden. Kijk, dan gaat hij weer vertrekken. Ascari blauwe RS6 Performance. Wat een apparaat, hè, jongens. Weer met een nieuwe einddemper. De ingeruilde Range Rover Sport SD V6, de 306 pk. M135 voor een stukje onderhoud. En de nieuw binnengekomen Audi RS6 Performance uit 2018 gaan we fotograferen. Deze BMW 318D gaan we voorzien van een setje Eibach. De achterveren zijn er al af. Eén jack in de mand, de linkse. Rechts is die al gemonteerd. Nou, hier nog, dat moeten we voor nog even doen. En dan ligt hij weer een stukje dichter bij moeder aarde. Zoals wij dat altijd zo mooi zeggen. 135i staat hier voor onderhoud. Onze Marijn is bezig met het interieurfilterelement te vervangen. Heel goed. Wat moet er meer gebeuren? Rembloeistof. BMW M135. Rembloeistofservice. Uit uitvoeren. BMW 318D Touring in Estoril blauw. Die gaan we wat dichter bij moeder aarde brengen. Veerpoot aan demonteren. Het BMW X6M project. We hebben er ook discussies over gevoerd over de oliepomp. Schijnen dus
vaak problemen te geven, die pompen. Als we deze gaan controleren op chassisnummer en op onderdeelnummer, dan zou hier de juiste oliepomp in moeten zitten. Maar ja, goed, gaan we dat risico lopen? Nee. We hebben hier nou al zoveel bloed, zweet en tranen zitten. Maar vooral tranen. Dat we ervoor hebben gekozen om, om toch ook de oliepomp te vervangen. Dus die is zojuist gemonteerd door Tom. Verder de nieuwe drijfstangen zijn gemonteerd. Overal die passen netjes tussen. We wachten nu nog op zuigerveren. Die komen vanmiddag om 2:30 binnen. En dan kan hij weer verder afgebouwd worden. De nieuw binnengekomen Daytona grijze Audi RS6 2018. Die is nu aan de beurt. Opfrissen van de eindstukken. En die is bezig met het interieur. Weer volledig nieuw te maken. BMW M135 klaar. Service uitgevoerd. Staat weer klaar om opgehaald te worden. Deze transporter 2.5 TDI staat hier voor groot onderhoud. De bus heeft al bijna 4 ton gelopen. Remblokken en schijven voor en achter moeten vervangen worden. Kijk, achter hebben de blokken er al uit. Dat is geen overbodige luxe. Jo. Hier heeft hij al op het ijzer gezeten. Ja, er lijkt nog wel wat op te zitten, maar er zit zo'n dikke rand in de schijf. Ja, groot onderhoud. Remvloeistofservice. En dan kan hij weer de weg op. Vervangen van de thermostaat. Die zit hier tussen de V verstopt. Dus die hebben we gedemonteerd. En hier komt de buk aan. Dit staat open. Dit is de nieuwe. Die moet dicht staan. Deze gaan we dus monteren en dan moet het probleem opgelost zijn. Weer een paar stappen verder. Tom gaat als de brandweer. De beide cilinderkoppen zijn gemonteerd, dus ook de zuigerveren uiteraard. De rechterkant is al kleppendeksel dicht. De bobine is alweer geplaatst. Nu is de linkerkant, de linkerbank aan de beurt. Dan gaan we nu de kleppendeksel zo meteen monteren. Hier ligt hij klaar met uiteraard compleet nieuwe pakkingen erop. Dus die gaan we nu monteren. De kettingen staan uiteraard weer netjes op tijd. Toch? Oh. Kijk, en zo ontstaat er weer een beetje een V. En Tom ziet er natuurlijk heel erg slim uit, maar hij heeft wel een beetje hulp, uiteraard, hè. Vooral momenten. Hoeveel graden, welke hoekverdraaiing. Die informatie is voor ons cruciaal natuurlijk. Terug bij de Porsche Cayenne. De waterpomp weer gemonteerd, thermostaat erachter vervangen. Poeder weer gemonteerd, multiriem erop en Luc is weer los. Motor op zijn kop, eerste deel van de katerpan weer gemonteerd en hier zie je die nieuwe oliepomp zitten. Morgen weer verder. Audi RS6 Performance. Winterset compleet klaargemaakt voor die RS6. In die mooie mat anthracite finish. Met dunlopjes. Die gaan we monteren op de Performance. De Porsche Cayenne, die dus te warm gelopen is geweest. Die had nu problemen met de thermostaat. Hier ligt de oude. Nieuwe gemonteerd en dan
hopelijk dat dit het laatste probleem is wat deze auto meemaakt, want hij is hier de laatste tijd genoeg geweest. BMW 318D Touring in Estoril Blauw. Aibach verenpakket gemonteerd. Remvloeistofservice uitgevoerd. En de RS6 moest even naar buiten. Die gaan we nu op de brug parkeren en dan gaan we die dikke set winterwielen monteren. ...21-inch winterset gemonteerd op de Audi RS6 Performance. Audi RS6 2018 staat bijna klaar. Nu op de brug Audi A4 1.4 TFSI 2018 voor een stukje onderhoud. En een Audi A6 voor een Dynamic Flush. Die zijn we nu aan het aansluiten en die gaat zo meteen een uurtje intern reinigen. Dus een mooie Audi A4 die staat hier voor een kleine onderhoudsbeurt. Komt in de APK uitgevoerd. Dan laten we de auto nog even lopen om daar de goede oliepeil te controleren. De auto heeft 40.000 kilometer gelopen. Even service reset en dan kan hij weer. Audi A4 is klaar. Gaan we mee met de eigenaar. Trouwen kijken van de keek op de week. En die hele dikke Panamera even terug. De velgen zijn gemonteerd. Dus we gaan nu nog even controleren dat hij goed gebalanceerd is. Dat hij er trilt, ja of nee. En dan kan hij vanmiddag weg. En we lachen, we moeten tegenwoordig een keer of 5-6 in de week op de foto met fans van de Cake op de Week. Erg leuk. Aflevering van de Audi 8. 4.2 V8 TDI. En dan zelfs nog een beetje geholpen. Dus iets meer pk's dan origineel nog. Compleet ontchroomd, 21-inch velgen gemonteerd, good to go. Inruil, X6M 2010, 103.000 kilometer. Ja, we zijn weer enkele stappen verder met de X6M motor. Eigenlijk weer zo goed als klaar. Turbo's gemonteerd, de kabelboom erop. Dynamo is gemonteerd, waterpomp zit er weer op. Dynamo is bijna gemonteerd. En dan kan hij zo meteen weer op een subframe. De bak eraan. En dan kan hij over nu het starten. De Porsche Cayenne, nieuwe thermostaat gemonteerd. Kunnen met een laser kunnen we meten wat de temperatuur op de verschillende slangen zijn. Dus ook deze is bijna weer ready for take-off. Ja, vanmorgen al enorme drukte geweest, die A4. De klant heeft gewacht op de auto, die Audi A6. Nu is het 1.30 hier voor een lekkage op de, waarschijnlijk op de kleppendekselpakking. X5M. We hebben de aandrijfas naar achteren gedemonteerd. Die hebben we weer gangbaar gemaakt. Die was wat droog gelopen. Verder geen stukken, alleen droog gelopen. Dus die hebben we weer gangbaar gemaakt. Die gaan we weer terugmonteren onder de auto, of die hebben we teruggemonteerd onder de auto. Zometeen nog de uitlaat weer terugmonteren en dan is ook deze weer good to go. Porsche Cayenne staat klaar.
ontlucht en wel met een nieuwe thermostaat. Dus hij kan zijn weg weer vervolgen. De volgende is klaar. Audi RS6 2018 Daytona grijs metallic. Gaan we nu fotograferen. Gaan we zo meteen fotograferen trouwens. We moeten nog even de wielen wisselen. En dan kan deze weer online. Dus nu weer verschillende RS6'en op voorraad. 2x 2018, 1x 2017 komt eraan. Een olielekkende en een rokende 130. Waar zou dat vandaan komen? Er ligt behoorlijk wat olie naast de olievuldop. Die kanalen zijn volledig volgelopen. Dat is gewoon een kanaal wat nergens op uitkomt. Dus dat is gewoon met het oliebijvullen misgegaan. En als je dan een flinke bocht neemt, dan loopt er natuurlijk olie over de rand heen, over de uitlaat heen. En dan komt er een flinke rookwolk vandaan. Dus die gaan we compleet schoonmaken. En dan de bodemplaat schoonmaken. Deze auto staat hier ook voor een paar nieuwe winterbandjes. Vier nieuwe Conti's monteren. En dan kan deze weer lekker veilig de winter door. Bodemplaat reinigen, die kan weer gemonteerd worden onder de 1-serie. Er zit een kleine trilling in de auto. We hebben dus die as, die aandrijfas eronder uit gehad. Uit eronder uit. Die as die was redelijk stroef, die hebben we gangbaar gemaakt. Weer gaan rijden, probleem niet opgelost. Dus we hebben nu even een andere set wielen gemonteerd. Het zou natuurlijk in die wielen kunnen zitten. Dus om wat dingen uit te gaan sluiten. Een andere set gemonteerd. Het is toevallig toch X6, X5M dag hier, zie ik zo al. X5M, X6M, X6M. We gaan even rijden met de wielen van de X6M. Kijken of het dan verandert, het trillingsbeeld. En dan hebben we misschien de vinger op de zere plek. Het leek echt vanuit de onderkant van de auto te komen. Ja, het is, de ene keer begin je met de wielen. Andere keer begin je met zijn as. Ja, die wielen die hebben wij gemonteerd. Er liggen vrij nieuwe hangkoeks op. Die hebben we recent gemonteerd. Dus ja, die sloten wij meteen uit omdat er nieuwe banden op liggen. Maar goed, het kan zijn natuurlijk dat zijn klant een velg krom heeft gereden. Die hangen we zo meteen wel even op het balanceerapparaat. Maar we gaan eerst eens even een stukje rijden met de X6 wielen. X6M Tom. Die is weer bijna klaar. Hoe zei ik straks ook al, maar er zit echt veel op zijn motor. Nou, al die aanmodelen die worden nog teruggeplaatst. En dadelijk wordt die knots in één keer op het subframe geplaatst. En dan kan de auto weer zakken. Kan het gat weer gevuld worden. De nieuw binnengekomen Range Rover Sport SD V6. Compleet klaargemaakt om te detailen. Tot in elke pori gewassen, schoongemaakt, in de rubbers, wielkasten, velgen binnen buitenkant, onder de dakspoiler, vooral tussen die Range Rover logo's, in de deursponningen, de rubbers, uitlaatstukjes, alles is gedaan zodat we morgen de dag kunnen starten met het interieur. Gaan we het interieur aanpakken, de motorruimte is volledig schoongemaakt en nu de rest nog. Een hele goede morgen deze morgen. Hij begint wel lekker. Het is vandaag woensdag, donderdag, jezus. Het is woensdag of donderdag? Het is donderdag vandaag. Ja, het is donderdag. Nieuwe voorraad. Een hele mooie Audi R8 V10 Spider uit 2018. Op de kilometerteller 42.000 kilometer ervaring. Die lekkere dikke stoelen erin met die rode stiksels. We gaan deze auto nog wel wat aanpakken. Nee, dat niet. De nieuw binnengekomen Audi R8 Spider. We gaan ook wat aanpassingen doen aan de auto. Daar gaan we jullie natuurlijk in meenemen. En dan gaan we hem direct rijklaar maken. Deze Audi hebben we ingekocht rechtstreeks bij een Audi dealer.
En het is natuurlijk heel makkelijk om iemand anders zijn werk af te kraken, maar wij gaan hem wel ietsje beter schoonmaken dan dit. De stoelen weer mooi matteren, zoals het hoort. De sideblades carbon reppen, de velgen glanszwart, die intakes bovenop glanszwart, zwarte logo's. Kijk, Nederland wordt weer een stukje mooier. Fantastisch, hè? En als ik eerlijk ben, moet ik wel zeggen dat die configuraties ook wel erg mooi is, hoor. Hele mooie Mercedes C43 AMG. Bij deze auto gaan we de remvloeistof doen. Oliefilter, interieurfilter en een paar zwarte logo's aanbrengen. Die liggen hier klaar. De zwarte ster, de B-Turbo 4MATIC. Gaan we op scherm aanbrengen. En ja, ik denk toch wel even een paar rijdbordjes erop. Kijk, en hier ligt die knoltje weer klaar. De motor gecomplementeerd. Dat is een moeilijk woord. En de automaatbak weer gemonteerd. Aandrijfasje zo meteen aansluit en dan kan hij binnen nu en een uurtje denk ik op het subframe gemonteerd worden. En dan kan hij weer herenigen met de carrosserie. De Range Rover Sport wordt aangepakt door Eli. Dat is een hele mooie uitvoering. Zwart-zwart. Die LCD-schermjes in de hoofdsteunen. Climatecontrolebediening achterin, verwarmde achterbank. Panoramadak. Virtuele cockpit. Verwarmd stuurwiel. Eigenlijk wel het hele lijstje. Ik zal proberen om vandaag wat voor- en nafoto's te laten zien van de Range Rover Sport. De binnenkant is, nou ja, hoe zullen we het zeggen, goed gebruikt. Maar ook dat valt op te lossen. Al het leer is glimmend. Stuur, pook, stoelen. Achterin ook. Dus ik zal jullie, als het klaar is, het eindresultaat laten zien. Terug bij Tom. En collega Luc, de motor gecomplementeerd, de automaatbak gemonteerd en die wordt nu samengevoegd met het subframe, waarna zometeen die auto weer over de motor heen zakt en we het subframe weer aan de carrosserie van de auto kunnen schroeven. En dan moet je het weer gaan doen. Bevredigende geluiden van Luc. Maar we gaan eerst een bakje koffie drinken, hoor ik van Tom. Ja, laat me zakken, starten. Tom is degene die hier aangeeft dat we pauze hebben. Een soort van biologische klok heeft hij in zijn hoofd zitten. Weer een trekhaak te monteren voor onze Marijn. Onder deze Countryman Cooper S met JCW pakket. We hebben hem daarom tot chef trekhaak gebombardeerd. Nieuwe kleding aangedaan. Mooie eretitel, hè? Nee. De zwarte logo's zijn weer geplaatst. En natuurlijk het mooie rijdbordje. Kijk, aan deze kant ook. En natuurlijk hier ook. Dan ga ik nu even wassen. En dan kan hij weer de weg op. Terug bij de Countryman. Achterbumper gedemonteerd. Trekhak ligt klaar, bumperballen gedemonteerd. En hier wordt de motor en de subframe samengevoegd met de carrosserie van de auto. Beetje voor beetje zakt die auto dus weer over die motor heen. Luistert best nauw. De bekabeling goed in de gaten houden, de slangen goed in de gaten houden, de veerpoten goed in de gaten houden, de aandrijfassen. Die assen hoeft nog niet meer te doen, hè? Deze bijna. Zijn extreme klussen. Die moet ik zeggen wel de planning altijd behoorlijk in de war gooien. Toch bijna 2 weken werk zo voor één monteur.
Kijk, hij is weer samengevoegd. Hij hangt weer. De draagarmen nu vastzetten, wat slangen monteren en door. Terug bij de Countryman. Trekhaak gemonteerd. Zometeen de elektronica aansluiten. En dan kan de bumper weer terug. We hebben vandaag een proefrit staan met de Ferrari F12. 6.3 V12. Ja, ik heb het al vaker gezegd. Dit is gewoon pure kunst. De lijnen van die auto. Er is zo goed over nagedacht. Als je hier over die motorkap kijkt, kijk je tussen de schermen door. Best wel heel sexy, hè? We gaan hem even vullen met octaan 98. En dan kan de klant er zo meteen even een blokje mee om. En ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. En of we tot een deal kunnen komen. Die hele dikke Audi R8 V10. Bij deze auto gaan we de benzines nog doen. De olieservice gaan we uitvoeren. De luchtfilters hebben we hier klaar liggen, alleen die waren niet nodig omdat hier KNN filters in zitten, dus die gaan we reinigen. Wat gaan we nog meer doen? Remvloeistofservice, interieurfilter en dat was het. Kijk. Ja, hij heeft weer gelopen. Heerlijk. Het interieur is weer fris en fruitig. Achterin ook. Ook even een voor en na zometeen van de lak van de Range Rover. Daar gaat hij. Eerst staat de motor even rond, totdat die oliedruk heeft. Dat gaat nou voor de eerste keer gebeuren. Als Tom sleutel kan vinden. We gaan de bobinestekkers er weer op. En dan zal hij daar van zich laten horen. Ja. Hij loopt weer! BMW M135i. Plaatsen van een hele dikke glanszwarte Maxxon Design diffuser. Mini Countryman. Die staat hier voor het wandelblassen van het inlaattraject. En een Dynamic Flush. Kijk, we hebben dit inlaat gedemonteerd. Nu gaan we even proberen te laten zien. Een beetje lastig te zien, want ja, zoals jullie zien zit inlaat achter. Nu even stralen en dan laten we het beeld dadelijk weer zien. Gemonteerd op de M135i, een hele dikke Maxxon diffuser in het glanszwart. Kijk, hier hebben we er één gedaan. En de andere. Even kijken. Hij zit nou een beetje vol granulaat. Van de andere cilinder, maar zo zag hij eruit.
En zo ziet hij eruit. Trots. Het is eindelijk gelukt. We hebben de nieuwe website online met alle nieuwe tools erin. Zoveel mogelijk uitleg over de werkzaamheden die wij hier uitvoeren. Zoveel mogelijk uitleg over de auto's die wij te koop aanbieden. En niet te vergeten, de webwinkel voor onze merchandise is eindelijk online, jongens. Dus je kunt gewoon naar onze website gaan. Ga naar merchandise en daar zie je precies de maten, de kleuren, een betaallinkje erbij, bestellen. En het gaat meteen de post op. Dus het gaat veel sneller dan voorheen. Dus mocht je interesse hebben in een polo, een hoodie of een petje, ga even naar www.rijdauto's.nl. Dan heb ik drive opnieuw inleren. Ziet er altijd wel bizar uit, hè? Hij staat eindelijk weer op zijn pootjes. R8 V10 Spider is gisteren binnengekomen. Bij deze auto gaan we de wielen nu demonteren. Die moeten glanszwart gecoat worden. Die twee strips in de achterklep moeten zwart. De logo's. De sideplates worden gerapt. En dan is hij weer gereiteriseerd. We gaan nu eerst even de wielen monteren, demonteren en dan die bandjes eraf. Kunnen de wielen een weekje weg en dan zijn ze weer glanszwart. Ja, vandaag gaan we de eerste proefritten maken met de X6M Blackfire Edition. Het probleem met deze BMW E90 zijn de schokdempers. Die lekken. Hier liggen de nieuwe Monroe's klaar. Die gaan we monteren. Dan zal het probleem opgelost moeten zijn. BMW M5. Met Agrapovic uitlaatsysteem. Wat een apparaat, hè. Lekker veel carbon eraan. Ja, afgelopen zaterdag voor de eerste keer weer eens uit eten met goede vrienden van ons. Kwamen we thuis, het restaurant was natuurlijk om 10 uur gesloten. Zaten we nog wat na te drinken, nou wat na te borrelen. Toen belde mijn moeder op, als pap niet goed was geworden, kreeg weinig zuurstof. Zij was kortademig, de ambulance was al gebeld. Yes. Nou, toen in de auto gesprongen, meteen er naartoe. Allebei mijn zussen, die waren thuis met corona. Dus meteen er naartoe. De ambulance was net gearriveerd toen ik thuis kwam. Zat hij op een stoeltje, heel kortademig was hij. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. We konden natuurlijk niet mee in de ambulance, dat is maar goed ook trouwens. Toen zijn we erachteraan gereden, hebben we tot om 10 uur in het ziekenhuis. Met spoedhulp, spoedeisende hulp. Daar hebben we het probleem. Dat alleen mijn moeder erbij mocht. Eén persoon erbij. En ik moet er ook bij kunnen. Want ja, ons mama die heeft zijn telefoon vergeten. Die is hier alleen. Ik laat die niet alleen. Dus ik ben in de wachtkamer gezeten. En daar heb ik... we zijn tot een uur of 3:30 volgens mij. 's nachts heb ik daar gezeten. Af en toe is ons mama even op en neer komen lopen. En het bleek dus dat hij vocht. Eerst dacht ze aan de longembolie. Nou, had hij dus vocht achter zijn longen. Ze moesten hem daar laten, dus als een spa moest blijven.
Ja, toen zijn we om 3:30 s'nachts naar huis gereden, zijn pyjama gehaald, zijn tandenborstel, zijn scheerspullen. Dan weer terug naar het ziekenhuis, alles naartoe gebracht. Daar ben ik toch even eigenwijs door de deur gelopen met ons mam en naar een spa gelopen. Dus dat heb ik nog even gezien. Afgelopen maandag werd hij weer ontslagen, hebben we hem opgehaald. Voelde zijn eigen een stuk beter. 1,5 liter vocht achter zijn longen weggehaald. Dat is allemaal picobello. Nu is het vrijdag. En we zijn vandaag naar het Radboud gemoeten voor een scan en zo. Uitslag van het vocht wat af is genomen. En het is eigenlijk over en uit. Dus ik werd net gebeld door mijn oudste zus. Die had mijn moeder aan de telefoon gehad en het is helemaal mis. Uitslag van, als ik het goed begrepen heb, het vocht wat af is genomen zat vol met kanker. En ook het bloedbeeld is nu slecht geworden. Anders dan het was. En de dokter zei vandaag geen maanden meer, maar weken. Dus ik ben nu in de auto gesprongen. En wij en mijn zussen komen ook naar ons thuis toe. Spa's Ma komen er bijna. Die zijn bijna thuis. En dan zal het een heftige avond worden, denk ik. Ja, en dat is het geworden. We hebben dus te horen gekregen dat het echt nog maar enkele dagen is. Misschien een week. En dan moeten we afscheid nemen van de spa. Dit is een oudere foto van ons spa en ik in Duitsland. Een paar kanonnen ophalen. En vrij recent bij ons een feestje. Tja. Porsche Panamera verkocht. Wachtend op het kenteken. De originele winterwielen weer gemonteerd. Komende week nog een beurtje uitvoeren en dan kan deze weer vertrekken. De Mini Cooper S Countryman staat me klaar om opgehaald te worden. Gemonteerd een afneembare trekhaak. Audi R8 van een collega autobedrijf staat hier voor diagnose. En de trekpin. Zaterdag 2:30. We gaan ermee stoppen. We gaan vlug naar ons spa toe. Marijn en Bram werken nu even door. En wij gaan in Odiliapeel kijken. Dit was jou weer Ride Kick of the Week, aflevering 159. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal. En ik zie jullie graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering van Kick of the Week. Fijn weekend en tot volgende week.